De EPCAFE is een studie die natuurlijk in eerste instantie is gericht op het onderwijs, onderwijzer worden. Maar het is eigenlijk ook veel breder dan dat. Het is een studie die gericht is op zelf ook kundig worden in beeldende kunst. En het werkveld is heel erg breed en dat vinden we heel interessant als opleiding. Wij hebben als DBKV Zwolle hebben we verschillende varianten van onze studie. Je kan voltijd en deeltijd studeren. De deeltijdstudie is voor 2 dagen in de week, dus de maandag en de donderdag hebben wij een programma voor studenten die dat in deeltijd kunnen volgen. Ik doe de deeltijdopleiding omdat ik ben fulltime kunstenaar. In het verleden heb ik workshops gegeven op scholen. En toen had ik al zoiets van, dit vind ik wel leuk, maar ik mis daar de achtergrond voor. En zodoende kwam ik op het idee van, als ik een deeltijdopleiding kan doen, dan kan ik daarnaast gewoon mijn kunstpraktijk verder blijven doen. En me inderdaad verrijken met de kennis die ik hierop doe, om docent te kunnen worden. Ja, ik denk dat zeg maar, studenten zowel deeltijd als voltijd maken in het eerste jaar kennis zeg maar, met allerlei media om hun beeld mee uit te drukken. Ik denk dat het gewoon een zoektocht is voor elke student. Dus dat betekent dat nieuwe media, oude media krijgen ze allemaal in aanbod. Hout, metaal, grafiek, video, fotografie, animatie, het zit er allemaal in. Met het idee dat je eigenlijk dus eerst een verbredend palet krijgt. En eigenlijk vanaf jaar 3 gaat verdiepen in wat past bij jouw stijl, bij jouw beeldende handschrift. Ja, het is best wel een flinke belasting op je doorzettingsvermogen vooral. Je wordt natuurlijk echt wel uitgedaagd door docenten veel te maken, vooral de eerste periodes op school. Veel deeltijdmensen hebben natuurlijk een periode dat ze of thuis zijn, opgroeiende kinderen hebben of zoals ik al werkte naast. Ja, dat vreet ook tijd. En ja, als je dan ook een tijd niet naar school bent geweest, dan moet je natuurlijk ook weer helemaal in die theorie, in dat schoolsysteem, hè, hoe leer je. Dat soort dingen moet je natuurlijk jezelf weer een beetje opnieuw aanleren. Educatie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het komt de hele opleiding terug. De eerste stage is heel erg, dat is in het eerste jaar, die is heel erg ingericht op het leren kennen van het werkveld. Hoe werkt zo'n school nou eigenlijk? Op het moment dat ik als docent binnenkom en niet meer als leerling rondloop. De tweede stage gaat veel meer over lesgeven, is heel erg gericht op hoe kan ik nou goed doseren. En eigenlijk vanaf de stage in jaar 3, de verdiepende stage, krijgen de studenten heel veel mogelijkheden om hun eigen stageadres uit te kiezen. En dan in het laatste jaar bij educatie gaan de studenten bezig met educatief ontwerponderzoek. En daar stellen ze zichzelf een vraag over hun eigen educatieve werk. En die vraag proberen ze te beantwoorden door in de praktijk allerlei onderzoek te doen. En daarmee studeren ze voor educatie ook af. Ja, dat maakt het wel leuk. Ik denk dat de studenten op dit moment zo'n beetje 50-50 in het kunstonderwijs terechtkomen. Groeiende percentage denk ik in het buitenschoolse werkveld. Dat betekent dat ze eigen educatieve bedrijfjes opzetten, cursussen, trainingen geven. Maar vaak een deeltijdbaan in een stukje van het kunstonderwijs. Ik denk dat kunstenaars hele goede docenten zijn, ja, omdat ze heel erg vrij kunnen denken, omdat ze snel nieuwe ideeën kunnen genereren. Ik denk dat creatieve docenten, en vooral dat creatieve, die zul je op allerlei vlakken tegenkomen, maar de kans dat je ze tegenkomt bij beeldend docenten is heel groot.